Geertje. Geertje is dol op haar zoontje en haar vak. En Anneke op haar 6 katten. Niets voor de Lingopoes. Natuurlijk, Lucille. Ja, JP, dankjewel. Een hele goede avond allemaal. Leuk dat u allemaal weer kijkt naar Lingo. Twee hele gezellige teams die staan weer in de startblokken. En ik begin maar eens even met het voorstellen van Arthur en Helga Marije. Jullie staan hier eigenlijk, Arthur, een beetje dankzij je oma. Ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Nou, ik keek iedere avond naar Lingo, samen met mijn oma. En die zei dat we het aardig konden. Dus ja, ze zei, geef jullie een keer op. En zodoende heeft Helga Marije ons opgegeven. Wat ontzettend leuk. Zou oma zelf niet nog een keertje aan Lingo mee willen doen, denk je? Ik zal het er een keer vragen. Ach, dat lijkt me nou zo ontzettend leuk om de oma van Arthur hier een keer een Lingo te hebben. Bij deze een oproep. Oma van Arthur, geef je op. Geef je op. Ja, want Helga Marije, zo is het inderdaad een beetje gegaan. Maar wat verwacht je er nou ook van? Nou, ik wil die 5000 winnen. Oh, en dan wordt oma wel getrakteerd, hè? Ja. Op een lekker gebakje. Nou, dan nemen we gewoon uit eten en zo. Oh, dat vindt ze vast nog leuker. Hoe heet oma? Gerry. Gerry? Gerry. Gerry! Jongens, dan maar even zwaaien naar Gerry. Oma Gerry. Nou, jongens, heel veel succes, hè? Zet hem op. Team 1! Ja, Geertje en Anneke, welke herinneringen hebben jullie eigenlijk aan Lingo? Geertje, wat heb jij? Heb jij ook met oma of met moeder of... Nee, eigenlijk heeft mijn zus me zonder mijn weten opgegeven. Dus het was een verrassing. Een complete verrassing. Hoe zat het bij jou, Anneke? Ja, ik ben grote Lingo-fan. Vooral van JP. Dus, vooral van JP? Ja, van JP. Ja, oh, JP, hier zijn de echte fans. Hé, hey, Anneke, je hebt ook nog heel wat katten en dergelijke, hè? Ja, heb jij in huis? Dat klopt. Vertel er eens wat over. We hebben 6 katten. Die komen alleen binnen. En één daarvan is een naaktkat, een Sphinx. En dat is een naaktkat? Ja, een naaktkat. Die hebben geen vacht. Nee, die hebben helemaal geen vacht. Nee. Is dat nou wel een beetje lekker aaien dan? Ja, heel erg. Ze hebben een hoge lichaamstemperatuur, dus het is net een warm, verrimpeld zeemvel. Oef. Ja. Wacht even, ik stel de vraag opnieuw. Is het wel lekker aaien ja, dan? Ja, absoluut. Oh, oké. Okay. Goed, nou, dit hebben we even weer gehad. Ik wens jullie heel veel plezier. Dank Team 2! Nou, laat mij maar even aaien over de Lingoballen vanavond. Arthur en Helga Marije, hier zijn jullie oneven ballen. 8 verdwijnen er van de kaart. Geertje en Anneke, hier zijn jullie even ballen. En hier verdwijnen er 8. Nou, laten we maar eens eventjes gezellig gaan beginnen. Arthur, ga je gang. Potten. P-O-T-T-E-N. Partje. P-A-R-T-J-E. Praten. P-R-A-T-E-N. Plaats. P-L-A-A-T-S. Goed! Ja. 31. Arthur. Drie. En ga maar lekker door. Wilden. W-I-L-D-E-N. Wilden. Ja. Wollen. W-O-L-L-E-N. Wolken. W-O-L-K-E-N. In de wolken. En dat is alweer €50. 27. En een goed tempo zit erin. Toch nu echt even die rode bal te pakken. Dan gaan we naar het andere team, naar Geertje. O. Onmens. O-N-M-E-N-S. Ouderen. O-U-D-E-R-E. Opgave. O-P-G-A-V-E. Omloop. O-M-L-O-O-P. Een zoemer en een bonusletter voor Helga Marije. Ovatie. O-V-A-T-I-E. Laat maar horen. Ja! Oh. Twee keer achter elkaar, eigenlijk als het ware een rode bal. Nou, die letter wordt ze wel doen, Arthur? Ja. Oké, komt-ie. Schrik niet van die Q.
Ja? Aquaplannen. Aquaplannen. Oh, ja, JP twijfel. Ja, wacht, het is zeker omdat het Anneke is, hè? Ja, die is natuurlijk zo'n fan van. Hier iets. Ik twijfel een beetje en een beetje zuidelijk accent is het. Aquaplannen is het eigenlijk. Maar goed, ik ben in een milde bui, vandaar dat het goed is. Knap. Lucille, er zijn in Nederland taalliefhebbers die zich zorgen maken over de stortvloed van Engelse woorden in Nederlands. En zij stellen, meer Engels is minder Nederlands. Vandaar dat je een woordenlijst kunt raadplegen waar aan Engelse woorden een nieuwe Nederlandse betekenis gehecht wordt. Dus zij zeggen, aquaplanen is waterslippen. Waterslippen, oké. Okay. Anneke, je bent gematst door JP, een L. Lastig, L-A-S-T-E-R. Liefde, L-I-E-F-D-E. Luifel, L-U-I-F-E-L. Levend, L-E-V-E-N-D. Lollig, L-O-L-L-I-G. Dit is goed! Ja. Nou, dat is iets minder lollig, hè? Oké, dan gaan we door met Arthur weer. Hadden. H-A-D-D-E-N. Huilen. H-U-I-L-E-N. Hokjes. H-O-K-J-E-S. En hokjes is goed. Twee goede teams hebben hier staan vanavond. 43. 43. Ik wil geen rood meer zien bij dit eerste team. 15. En 15. Helga Marije, je mag door. Buiten. B-U-I-T-E-N. Bladen. B-L-A-D-E-N. Bijna. Blazen, B-L-A-Z-E-N. Mooi. Ja. Yeah. 59. 51. Oeh, jammer. Oké, het T-letterwoord, daar komt hij opnieuw. Er is gedrukt, maar toch door Geertje en Anneke net iets sneller. Playbacken. Playbacken. Diezelfde werkgroep die zegt van meer Engels is minder Nederlands stelt voor bij het werkwoord playbacken om daar voortaan meme zingen voor te gebruiken. Oké. Kan ik me iets bij voorstellen. Arthur. Zorgen. Z-O-R-G-E-N. Zaagje, Z-A-A-G-J-E. Knap gedaan! Twee goede teams, ik zei het al. 67. 67. Drie mogelijkheden, Arthur. Vier zelfs. Vraagteken. Nou. 55. 55! Heel goed, de nieuwe Lingokaart natuurlijk met jullie eigen getallen, de oneven getallen. En er zijn er weer een aantal verdwenen. En als een lingo is gehaald, gaat de beurt naar het andere team. Geertje. Een M. Manier. M-A-N-I-E-R. Muziek. M-U-Z-I-E-K. Motief. M-O-T-I-E-F. Mimiek, M-I-M-I-E-K. Goed. Ze hebben wat in te halen nu. Hey. €800 zit er in de jackpot. 56. 56 is van de kaart verdwenen. 4.
En het getal 4. Geertje. F. Fouten. F-O-U-T-E-N. Fitten. F-I-T-T-E-N. Feiten. F-E-I-T-E-N. Ja, en dit zijn de feiten. €185 op dit moment. 52. 52. 44. En 44. Oké, probeer dit woord ook te pakken, team 2. Want we gaan het laatste lingo-woord spelen. We beginnen met Arthur en Helga Marije. En jullie mogen overleggen. Tuinen. T-U-I-N-E-N. Weten Geertje en Anneke het nu al? Tafel. T-A-F-F-E-L. Ja, ik zit altijd aan tafel, JP. Ja, maar ik tafel. Het is de eerste persoon enkelvoud van het werkwoord taffelen en betekent slaan of ranselen. Ranselen, heel bekend in Maastricht. Target. T-A-R-G-E-T. Beetje Anneke. Takjes. T-A-K-J-E-S. Bijna. Tandem. T-A-N-D-E-M. Tandem, zo'n fiets? Nee, dat is het ook niet. Geertje en Anneke. JP, kun je het goed of niet? Nee, ik kun het niet goed. Nee. Oké, de beurt is om. Tapless of niet? Oh nee. Taboes. T-A-B-O-E-S. Een O? Ja! Zevenentwintig. Arthur. 13. En getal 13. Het 10-letterwoord voor de laatste maal. Zo. Quizmaster. Quizmaster. Hoe krijg je dat nou voor elkaar binnen zoveel seconden? Ik heb geen idee, ik zag het licht. Ineens zag ze ja. Het licht, JP. En wat zou het Nederlandse alternatief voor het Engelse baantje van jou zijn? Nou, dat zal toch wel iets van een spelleider of zo zijn. Helemaal goed. Ja? Door naar de volgende ronde, Lucille Werner. €185 is de eindstand voor Geertje en Anneke. 360 voor Arthur en Helga Marije. Maar ik vond het ontzettend leuk dat jullie vandaag hier in de studio waren. Geertje en Anneke, jullie krijgen €185 mee naar huis. Anneke, jij mag na afloop speciaal met JP op de foto. Zet het niet op internet, hè, want niemand weet nog hoe die, hoe die eruit Zou ziet. Zou niet durven. En de lingotas is voor jullie. Yeah. Dankjewel. Ja, en Rick, vanavond kunnen we natuurlijk ook niet zonder jou. Nou, Lucille, ik kan het je nog beter vertellen, want weet je wie niet zonder mij kan? Dat is mevrouw Reinerwald. Mevrouw Reinerwald, vindt u niet een fantastisch mooie dag? Om eens even lekker in de prijs te vallen. Het is een heerlijke dag, absoluut. Want u bingelt mee in de sponsorloterij. Ja, dat klopt. En u weet, dan loopt u het risico, om het maar even zo te zeggen, in de prijzen te vallen. Ja. Want u gelooft het volgens mij nog niet helemaal. Nee, het maar is met de sleutel erbij. Het is zeg maar een 6-letterwoord met 5 letters. Het is nog niet helemaal klaar, maar met de sleutel erbij. Echt waar? Hij is voor u. Okay. Mevrouw Reinerwald. Ontzettend bedankt. Van harte gefeliciteerd. Ik kan hem met een gerust hart achterlaten. Ja, absoluut, zeker. Komt dan kan hij ook met een gerust hart doorgelingwoord worden. Komt helemaal goed. Hartstikke fijn, dankjewel. Rick, je hebt weer heel wat mensen blij gemaakt. Maar ik denk dat deze twee mensen die hier in de finale staan ook ontzettend blij zijn. Want we spelen vanavond de finale met Helga Marije en Arthur. Arthur, ik wil toch heel even één dingetje tegen je zeggen. Want ik denk dat oma ontzettend trots op jullie zal zijn. Want sinds ik Lingo presenteer is het nog nooit voorgekomen dat we in de voorronde 10 woorden hebben gespeeld. En dat is echt onder meer ook een inbreng van jullie. Dus deze finale moet wel goed gaan. Heel veel succes, daar gaan we. Arthur. Praten, P-R-A-T-E-N. Piraat, P-I-R-A-A-T. Pinnen, P-I-N-N-E-N.
Ponzig, P-O-N-Z-I-E-G. Even kijken. Z-I-G. JP Ponzig. Staat niet in het woordenboek. Arthur? We kijken even snel naar de oplossing. We zien poging. Helga Marije. Duiker, D-U-I-K-E-R. Dragen, D-R-A-G-E-N. Dokter, D-O-K-T-E-R. Dit heb je goed gezien. Arthur. Clowns, C-L-O-W-N-S. Cabine, C-A-B-I-N-E. Centen, centje, C-E-N-T-J-E. En dat is netjes. We gaan door. Banden, B-A-N-D-E-N. Binnen, B-I-N-N-E-N. Bonken, B-O-N-K-E-N. Bonnen, B-O-N-N-E-N. Nee, dat is zonde. Maar? Bonzen, B-O-N-Z-E-N. Bonzen, ja natuurlijk. Arthur? Kuiken, K-U-I-K-E-N. Karate, K-A-R-A-T-E. Kaneel, K-A-N-E-E-L. Kavels, K-A-V-E-L-S. En dit heb je weer goed. 10 seconden. Lening, L-E-N-I-N-G. Oké, Helga Marije, denk vast na. Luizen, Liegen, L-I-E-G-N-E-S. Liegen, ja! En ze kwam er bijna helemaal niet meer uit zo op het einde. 5 ballen, nou, dit schept wel vertrouwen. 23. Ja, natuurlijk mag je als eerste. Dames gaan altijd voor. In ieder geval hier in Lingo. Het eerste getal is bal 51. Arthur. Ik denk dat oma op het puntje van de stoel zit nu. Denk je ook. Eens even kijken. Bal 43. We moeten 23 hebben. 23, 23, 23, 59. Alleen nog maar 23. Eens even kijken of dit hem is. 5. Maar we krijgen er wel eentje bij. 57 of 23. En Helga Marije die kijkt eventjes omhoog. En die denkt dat het alsjeblieft maar zo mag zijn. Maar het is een 7. Balen. Oh. Balen, balen, balen. Zulke goede kandidaten. We hebben een record verbroken, tenminste in ieder geval sinds ik hier sta. €360 gaat mee naar huis. Doe een ontzettend dikke kus aan je oma. Ja. En jullie krijgen van mij ook nog een boekje vol met bingo kaarten. Wekelijks kun je bingo spelen. Dankjewel. Dus kans op heel veel prijs. Dankjewel. Ja, en natuurlijk wil ik u ook in het bijzonder bedanken dat u heeft gekeken vanavond naar Lingo. Lingo.tv, ik zeg het iedere avond, maar het is oh zo leuk om een keer Lingo zelf te proberen thuis. En anders graag tot de volgende keer. Yeah! 24 uur per dag, het leukste en beste op tros.nl.